Goedemorgen, hartverwarmende mensen. Welkom bij de nieuwe vlog van Dixiedag. Vandaag gaat Tessa allemaal leuke dingen doen, dus we gaan er volgen en jullie gaan het allemaal zien. Yay! Tessa staat al in weer de supergrote box, net als de vorige keer. Sterren. Ik bedoel sterren. En we gaan nu Tessa aanmelden voor Pixiedag. En ze zijn nu alles een beetje aan het opzetten voor Pixiedag. En het is nog heel erg vroeg, het is 8:15. Om 8:30 begint Tessa al. Dus het ziet er rustig uit, maar het is heel erg druk. De sterren die wordt gepoetst, klaargemaakt voor de eerste proef, denk ik. Nee, de eerste les. De eerste les, en wat voor les krijg je dan? Crossles, oh spannend. 9 uur. Heb je zin in? 5, kan het. Fabienne, high 5. Goed bezig. Ik weet niet meer of we een heel boek gaan we met z'n tienen crossen. Ja. Maar eerst krijgt Tessa les. En de dames staan niks te doen. Haha. Oké, gaan we ook ontbijten. Bijten? Tessa staat helemaal ingehaald. Tess? Tessa staat helemaal. Ja, hoi. Wacht nou, ik moet met je praten. Tessa. Andere kant op, eindelijk. Kijk, ze heeft de GoPro op en ze gaat nu paardrijden. Doei! Daar gaan ze. Oh nee, toch niet. Ze stoppen er weer mee. Het is wel de bedoeling dat ze dan doorgaan. Let's go! Het is wel cool dat je crossles hebt. Dus we gaan nu een crossles hebben. En daar is de hele Hart voor Peren crew. Succes, Tess. Je kan het. Laying on the lawn, wondering where the summer's gone. Marshmallow clouds keep drifting by. 3 weeks at school already, dreaming about next June. I won't question why or where I'm guessing I'm supposed to be.
van met Sterre en Tessa. Het zag er erg spectaculair uit. En we gaan nu schoonmaken, denk ik. Daarna koffie drinken. Koffie drinken. En volgens mij is er daarna een springles, heb ik stiekem een beetje gehoord. Ik weet het eigenlijk niet meer. Dressuur of springen, lijkt een beetje op elkaar. Nee. Goedendag Sterre. Hallo. Nee, dat is mijn filmtas. Ik wilde even naar je kijken. Want je bent toch al vies. Door dat door water. Goed. En nu? Oh, hij moet even scherp stellen. Kom op. Kom op. Ja, hij doet het. Op dit moment wordt er nu taart gemaakt. Met, dit is een slobber volgens mij. Dat wordt dan in het bakje gedaan. Ik heb geen stemmen. Zo, ziet dat er goed uit, zeg. Ja, voor de paarden ziet er goed uit. Ik weet het liever niet. Hoezo niet? Omdat het kan. Zo, lekker. Oké. Okay. Nee, nog een klein beetje. Want Sterre liever niet als overschot. Oké, daar moet het nog versierd worden. Zo, daar ga ik versieren. Vind je dat vies? Oh, sorry. Zo, daar gaan we. Op naar de vieste ding van allemaal, de wortels. Nou, dat is niet. Ja, dat. Sorry, het is gewoon goor, het spijt me. En dan worden ze natuurlijk één voor één. Hoe groot zijn ze nou? Maar ik vind dus gewoon geen wortels, ik vind het bal vies. Oké. Er wordt eerst een mooi hartje om het hartje heen gemaakt. Oh, er waren allemaal kleine oogjes. Lijkt op jou. Ja. Zo blij. Zo vrolijk. Nou, dit is Karel de taart. Nee. Dit is geen Karel de taart. Dat is Tessa. Nou, laten we geen Tessa de taart. Ja, het is Karel. Karel de taart. Voor Sterre. Nou, Sterre, eet smakelijk. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Jana! Zadel. Super. Ja, en dit is de pony versierwedstrijd. Dat is een mooie cowboy. Een zakje patat. Cowgirl. Ja, heel gaaf. De patat pony. McDonald's pony. Ja. En zo heb je de meest fantastische uit... Hoe noem ik dingen? Kledingstukken. Jouw pony bang als ik naar jou toe loop? Nee, hè? Zo, we hebben een langdurige pauze gehad. Met veel eten en drinken. En daar is het paardje. Hier is Tessie. Ik zag daar ook. En hier is Terry Mary. Hoe was je pauze, Sterre? Ze kijkt wel naar me. Ja, je moet even doorrijden. Oh ja. Inmiddels ben je gepoetst, geloof ik. Je ja. Ziet er wel weer schoon uit na je crosswedstrijd. En dan zometeen ga je springen, Ster. Nee. Hey. Ja. Ga je lekker springen. Nou, we zijn nu op weg naar de dressuur. Of springen. Springen. We gaan springen. En Tess heeft al de springattributen al aan. En daar zijn nog, als je het ziet, politiepaarden. Nou, dat is heel bijzonder hoor, politiepaarden, vind ik dan. Dat zijn wel hele gave beesten. Maar nu, even springen. Wat, zijn dat? Politiepaarden. Ja, gaaf. Ja, gaaf. Mannen, vrouwen. Vrouwen zijn het. Allemaal vrouwen. En Tess die gaat heel hoog springen. Pas op. En dit is het leven van een moeder en een dochter die een eigen pony heeft. Nou. Dit is het moment van de waarheid. Gaat Tessa met de politiepaarden samen of niet? Zou er een paard dat hebben uitgepompt, denk jij? Er ligt daar opeens een broodje. Kijk nou. Hallo broodje. Iemand heeft een slechte spijsvertering. Kijk, daar komt het moment van de waarheid. Daar gaat ze, bij de hele serieuze, hele belangrijke politiemensen. Heb jij nog een vraag toevallig, Tess?
Kijk dan. Hoe kunnen we paarden eigenlijk gewoon op mensen lopen? Want voor de leefpony die loopt niet zomaar op mensen. Nee, dat zal hij. Ik zie dichter buiten, heeft kan verstaan. We trainen dat vanaf, ja, vanaf jongste fase. Zeg maar. Als ze nog onervaren zijn, dan gaan we eerst een beetje tegen ze aanduwen. We hebben ook een bepaald soort brug dat ze dat weg moeten doen. Dat is zeg maar een soort balansachtige balk. En dan moeten ze tegenaan duwen. Het eerste is dat heel licht, dat het dus heel makkelijk gaat. Maar dat kunnen we steeds verzwaren. Tegen te houden of tegen druk of tegen gewicht te doen. En als ze dat eenmaal kennen, dan kunnen we dat steeds uitbreiden naar meer. En wat we ook doen, vaak als we mensen moeten wegdrijven, zijn we met meerdere paarden, dat we een onervaren paard tussen twee ervaren paarden doen. Dat die eigenlijk geen kant op kan. Dus de ervaren paarden weten het, die weten wat er gaat gebeuren, die gaan gewoon door de mensen heen. Ja, en omdat er kudde dieren zijn, gaat het andere paard ook echt wel mee. Ja. Wauw. En kunnen ze ook dan andere paarden wegrijden? Dat kan wel, maar dat proberen we ze niet te leren natuurlijk. Soms is het wel handig, maar over het algemeen moeten ze juist bij elkaar blijven. En dan moeten ze elkaar niet weg te doen. Nou, dat is een mooie vraag, Bes. Wat heb jij vandaag al gedaan? Vandaag heb ik al gepost. Oh, leuk. En hoe ging dat? Goed. Was dat ook met deze pony? Ja. En wat ga je nu doen? Ik ga dadelijk springen. Oh, leuk. Dus echt een springruit. Goed zo. Ik spring echt heel goed zo, ik zie je echt zicht. Ja, mooie pony. Veel succes nog dan. Bedankt voor de moeite. Graag gedaan. Fijne dag nog. Fijne dag nog. Veel plezier. Dat was spannend. Oké. Nou, Sterre is zo te zien helemaal geen politiepaard. Nee. Want Sterre kan mij nog eens op ver duwen. Nou, want nee. Kom, Sterre, kom. En het ligt eraan hoeveel snoepjes jij in je zak. Dat is waar. Duwen. Oefening van Sterre, het politiepaard. Ho. Oh. Nee, ze kan niet, ze lopen niet onver. Sorry, Sterre. Wat is dit nou weer? Dit is een slecht politiepaard. Kom op. Oh, maar zeggen, je poep ruikt als een roosje, nou dan kan je... Ik denk dat wij hier de allermeest bijzondere ponies hebben. Niet alzeer wat ze doen, maar eerder wat ze poepen. We hadden net een broodje en nu hebben we een roosje. Dat je nog wel durft op te pakken. Deze poep ruikt als een roosje. Bedoemtsch. Hey. Jij hebt nu springles. Met... Hey. Karel. Oh, Sterre. Met Tinkie. Nee, Sterre. En wij gaan hier... Oh, Tessa gaat hier met Sterre. Gaat hier springen. Over deze hindernissen. Hallo. Tessa is even heel erg intensief bezig. Kijk en leer. Licht rijden in de galop, dat is heel spannend. En hou dat been vlak, druk je hart naar beneden. Ziet er ook moeilijk uit. Dat is het ook. Yes. Kom op, Tess. Kom op, kom op. Yes. Hoppakee. Dankjewel, Steve. Kim. Hey, moppert. Hallo. Ben je klaar voor? Ziet er goed uit? En we gaan nu dressuur doen. Yeah. Nog een keer, yeah. Kan het nog enthousiaster? Hey? Ja! Dank je. Wat een dresseur zeg. Tjonge jongen. Wake up when the sun comes down and the light falls on my head. Get up, I pull the curtains back and wake my sleepy head. Last night I had a dream that I was floating on a cloud. I woke up, then I saw your face and I turned my life around. And I keep dreaming of you. Keep dreaming of you. Of you. I keep dreaming of you. Tonight when the moon comes up and I go back to bed, I put my face on the pillow.
was net de dressuurles. We gaan nu op als laatste gaan we spelletjes doen. Misschien gaan we een mens erg hier niet doen. Spelletjes spelen met sterren. Oh, misschien Monopoly. Paarden gaan zo. Ja, Monopoly, dan moet je rondjes rennen. En dan ga je met grote domme steen. Ja, man. En dan kan je straatjes kopen. En dan krijg je hier zo'n zakje dan een zakje. Tessa, dit gaat weer veel te ver. We zien zo wel weer. Ik ga wel veel te ver, ja. Nou, we zijn nu bij de spelen en ze zijn aan het spelen. Ik weet niet precies wat ze aan het spelen zijn. Maar daar is Tessa. Nee, niet de voorste hoor, de achterste. Daar. Hoi Tess. Die gaat dan over een balkje springen of zo, denk ik. Ja, precies. Afstappen. Oh god, wat gaan ze nou weer doen? Met een zak. Tessa, met een zak. En ik weet niet hoe dit gaat eindigen. Dan weet je, zoek het maar uit. Dat gaan we niet doen. Kom, sterren. Je kan het. You can do it. Oké dan. Nou, hop erop. Weet je, erbij. Hiha! Balken, dat is wel een beetje weer. En terug. Oké, kom, sprinten. Je mag geen geloppen, Tess. Je mag geen geloppen. Wat? Oké. Nou, wat een avontuur. Nou, inderdaad. Dan gaat Tess heen. Hiha! Oh, yes. Nee. Chocolaatje pakken. Oh, je moet even een zoom in op maken hoor. Oh, dit is gewoon goud waard. Oh, yes. Wat is dat dan? Het is een 9 zoom. Oh! Nou, lekker. Jongens, we missen er één. Hè? Jongens, we missen er één. Ja, Rick heeft hem. Oh, ik vond hem zo leuk. Echt, ik heb hem helemaal zo en dan met die negen zoen in mijn mond. Ik dacht, waarom mak ik hem nou? Ik had zo'n hele close-up gedaan, weet je wel. Nee. En sterren? Goed gedaan, hè. Ik ben beren trots op jullie, jonge dames. Nou, als het goed is, komen ze nu aanrijden, sterren. Met de rest van de boeren, daar komen ze. Hopelijk geen botsing daar. Daar komen ze. Ze komen binnenrijden. Daar komt sterren. Ze nemen graag de tijd zo te zien. Christine al zitten. Kim. Fabienne. Daar komen ze. Heel rustig binnen komen rijden. Niet hard. Voor sterren natuurlijk. Echt belangrijk. Ja, nee, ze zijn er al bijna. Ik zit hier nog in de auto. Want het is koud buiten. Ja, daar komen ze. Nou, ze zijn binnen. We gaan even kijken hoe het ze gaat. Dat is Kim, die gaat gelijk naar Henja de taart geven. Die ze had gemaakt. Laten we nog even één keer zien. Is smakelijk Henja. En daar is Tatum. Hallo Tatum. En daar is onze grote vriendin Tessa. Ik bedoel Sterren. Hallo Sterren. Geen raar stemmetje. En dan, volgens mij staat Verona daar in de stadmolen. Kijk. Goedemorgen, middag Verona. Ja, het ziet er al goed uit Verona. Het gaat beter met haar. De enige die ik nog mis... Hi, Christine. Hallo. Is Mamske. Ik weet niet waar zij is.
Nou, daar gaat ze hoor. 1, 2, 3. Ja. Oh. Nou, hier staat. Gauw de warmte dingetjes af. Oh, let's go! Oh, hier is niet. Oh ja, daar is niet. Nou, Tessa die gaat even sterren naar binnen brengen en ik ga even een plasje doen. Ja. Daar staat sterren weer. Oost-west, thuis is toch altijd het allerbest.